Take it out. That's what I'm saying.
Like Picasso played a painting, anybody can't paint like Picasso. Like Picasso played a painting, anybody can't paint like Picasso. Like Picasso played a painting, anybody can't paint like Picasso. You know what I'm saying? 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 Like Picasso played a painting, anybody can't paint like Picasso. On the street, man. Like Picasso played a painting, anybody can't paint like Picasso. And it's popular back then to go to school with your double man. Chosen few, and the motherfucker, right? He's sending it straight from here to here, right? He's sending it straight from here to here, right? He's sending it straight from here to here, right? What's up, man? And I figured out what he was doing. And it was popular back then to go to school with your double man, okay? That's about the worst motherfucking thing about this bitch that a motherfucker ever gonna know. That's the worst thing. Love don't mix with this bitch. Instead of concentrating on getting some goddamn money. That's what you need to do. That's our profession. Love don't mix with this bitch. The hell are you talking about? Goddamn motherfucker money. Goddamn motherfucker money. You got to be fucking me. Because if I don't get no instruction, she gonna get into self-destruction. And we'll hear from you later on in the show, okay? Thank you very much. Toen we net begonnen waren ze er nog niet. En hopelijk zijn ze nu wel. Dat is Aniek Boer, Randy Fokke, Hein van Heijden en Reinier Bulder. Kom erbij. Oh, mocht ik eens een goudvis zijn. Zonder liefde, zonder pijn, alleen maar onbenullig zijn. Zo'n koude, gouden vis. Hij wordt niet, maar hij is. Hij kent de grote Dante niet. Hij zingt geen Brahms of Schubert lied. En zelfs leest hij de kranten niet. O, zo'n vis te mogen zijn. Yeah.
Laat mij vooral maar één zo'n been. Ja, en dat is waar Renier me op wees. Ik zei Hein van Heijden, maar hoe kom ik daar nou eigenlijk bij? Ik zag hem staan en ik dacht, hé, wat grappig, is hij daar ook bij? Maar het was Frederik Brom. Juist. Nou, maar wat fijn dat jullie hier zijn. Dus het zijn er niet vier, maar drie. Nou ja, ik zat er niet heel ver naast. Wat leuk dat jullie allemaal konden komen. Hoe dat zo? Moesten jullie al ergens naartoe? We moeten vanavond in Heerlen spelen. En we komen allemaal uit Amsterdam. Dus ja. Tilburg ligt precies op de weg van Amsterdam naar Heerlen. Ongeveer. Dan ben je nog vrij vroeg in Heerlen dadelijk. Nee. Ja, we spelen matinee. Oké. Hoe laat begint dat dan? Drie uur. Ja. Oké. Dus dat kan vanavond weer terug in Amsterdam gewoon. Ja. Oké. Wat ontzettend fijn dat jullie hier zijn. En, moet je zeggen wat ik moet doen? Nee, zo goed. Als je wat wil zeggen, dan wissel jij. We doen dat gewoon heel informeel hier. Eerst. Ik zat er thuis over na te denken en mijn vrouw die zei van... kennen deze acteurs eigenlijk Bomans nog uit hun leven, zeg maar? Nou, dacht ik, Reinier, jij bent uit 53, zag ik. Toch even gekeken. Heb jij herinneringen? Dat is heel makkelijk. Heb jij herinneringen? Ja. Zeker weet dat je dat als kind had aan Bomans? Nou ja, mijn ouders bleven ervoor thuis. Ik kan me herinneren dat... Wij hadden vroeger nog zo'n radio, zo'n distributie... Ken je dat? Nee, leg eens uit. Zo'n knop aan de muur en dan stond er op de grond zo'n metalen kastje en dat was dan de radio. Had je vier zenders, 1, 2, 3, 4. En ik kwam een keer thuis van school en toen lagen mijn vader en moeder op hun knieën met hun oor tegen dat ding op de grond in de hoek van de kamer. Stil. Bomans is op de radio. Dus dat was een bijna nationale gebeurtenis als die man op die radio was. Hij is 15 jaar lang de meest verkochte schrijver van Nederland geweest. En hij was onvoorstelbaar populair. Het was echt een superster. En het was de eerste bekende Nederlander ook. Dus in die zin dat iedereen kende niet alleen zijn naam... maar iedereen wist ook hoe hij eruit zag. Uit het pre-televisietijdperk. Precies, had een beeld bij deze man. Ja, er stond hooguit een fotootje op een boek. Of daar kenden ze. Maar als hij op straat liep, iedereen kende hem. Ja. Het was ongelooflijk. Dat maakt het bijzonder. Okay, ja. Dus zo heb jij hem ook kennen. Aniek, heb jij herinneringen aan Bomans? Nee, dat kan niet. Nee, nou, ik ben ook al behoorlijk op leeftijd, maar dank je. Maar je bent na zijn sterfdatum. Ja. Nee, ik ben van 71 en hij is in 71 overleden. Ik kende wel dan Erik of het Kleine Insectenboek. En ik kende wel veel verhalen van mijn oma erover. Die was ook helemaal fan van hem. En toen ik hiervoor werd gevraagd, ben ik al die filmpjes gaan kijken en interviews en zo. Ik zag wel meteen van, dat is een hele leuke man met humor, filijnen humor en... met zijn filosofietjes en gedachtes. En dat vond ik wel meteen heel intrigerend. En dit is gedrag waardoor je, denk ik, iemand lijkt herkennen. En je hebt van die... Dat onhandige gedoe. Ja, dat tikje onhandig. Een tikje wereldvreemdachtig. Ja, dat morsige wat hij heeft. Allemaal gespeeld, ook van hem. Tenminste, dat mensen die hem heel goed kennen, zeggen, het is ook wel een... Hij speelde zichzelf. Ja. Om dat beeld van dat hij zo ongelooflijk populair was, dat moest hij 15 jaar lang volhouden. Dus elke keer als hij weer op de radio of op de televisie kwam, moest hij elke keer weer de leukste zijn van allemaal. Ja. En later ook die wat serieuzere programma's, moest hij elke voorstelling weer komen met een gedachte, waardoor mensen de hele zondag dan er verder over door gingen praten. Heb je Bomans gehoord? Ja, wat was het weer schitterend, weet je wel. En dat legde een enorme druk op hem. Ja, terwijl hij waar hij zijn minnaresse op trakteerde, dat was misschien heel ander gedrag. Dat denk ik wel. Dat weten we wel zeker. Dat zou niet alleen maar grapjes en spitsvondigheden geweest. Ja. Nee. Maar het was ook één, waarschijnlijk volgens mensen ook weer die hem gekend hebben, was dat één van de redenen waarom hij dat überhaupt deed. Waarom gaat zo'n man, dus die alleen maar gewend is aan aandacht en succes en noem maar op, waarom, een van zijn uitspraken is, natuur is dus afstand tussen twee steden, weet je wel, zo beschouwt hij natuur. En hij gaat dan een week lang in zijn eentje op die winderige zandplaats zitten tussen die krijsende meeuwen. Wat heeft hem in vredesnaam bezield om dat te doen? Het was niet zijn... Hij werd ervoor gevraagd om dat te doen. De Avro en Vara die deden samen een Willem Ruis presenteerde dat. Of dat die deed gesprekjes vanuit Friesland. Ja. Vanuit Warfum is Friesland of Groningen? Groningen. Ja. Oké. En ze hadden Wolkers ervoor gevraagd.
Ja. En hem. En hij ging daar meteen op in? Hoe is dat gegaan? Weet jij dat, Randy? Nee, ik kan daar alleen maar naar gissen. Maar ik kan me wel voorstellen. Want ik moet af en toe zo'n inleidingtje geven. En dan zegt hij ook... of toen schijnt hij ook gezegd te hebben, ik geloof tegen Mies Bouwman... soms kom ik uitgeput thuis van het ongedwongen zijn. Dat vind ik zelf altijd een hele mooie. En ik denk ook dat dat ook een reden kan zijn... om juist te denken, ik ga het avontuur aan. Ja. Hij snakte ernaar om naar rust. Alleen zijn. Ja, een rust, ja, gewoon een rust aan mijn kop, weet je wel. Ja. Het was werkelijk... Hij woonde in Bloemendaal. En het was daar een komen en gaan van mensen die iets van hem wilden. Ja. En hij kon geen nee zeggen. Of zoals hij zelf zegt, ik zeg graag ja. Dus overal... stonden twee kindertjes op de stoep van de schoolkrant. En die wilden hem dan interviewen voor de schoolkrant. Of weet je wat. En hij kon geen nee zeggen, dus dat deed hij me. En het was een komen en gaan van dingen. En allerlei... Laten we zeggen, als er een nieuwe chocoladefabriek ergens werd geopend... dan moest Bomans werd dan weer gevraagd om daar een feestrede voor te schrijven. Dat deed hij dan ook weer. Weet je wel, dus hij werd er op een gegeven moment helemaal gek van. Ja. Dus hij zocht een weekje lang rust om nou eens even over allerlei dingen na te gaan denken. Nou, heeft en ik kan me ook voorstellen... Nou ja, goed, het is toch ook dat hij... Het klopt ook, hij blijft daardoor ook wel in de belangstelling staan. Dus het klopt heel erg goed. Ja. Rust, terwijl hij toch in de belangstelling is. Nou ja. Ja, en zo heel rustig is het niet geworden. Want zoals het denk ik meeste van ons bijstaat... is dat hij daar problemen mee had, in dat weekje. Mm-hmm. En althans, zo is het verhaal op een gegeven moment gegroeid. Ja. Van Bomans, die heeft daar enorm veel last van gehad. Ja. En narigheid. Is dat ook werkelijk zo, denken jullie? Ja. Huh? Tenminste, daar gaan wij wel vanuit in het stuk. Ja. Hij is ja. in ieder geval... Hij komt blij. Op het eiland begint eigenlijk heel positief. En brokkelt steeds meer af. En wordt steeds ellendiger ervan. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk als je op een zandvlakte zit een week lang... En je bent altijd gewend aan zoveel reuring en aandacht. Dat je na één dag je daar wel mee klaar bent misschien. Ja. Ja, want Wolkers die stond al meteen in zijn blootje te dansen lekker, tussen de schelpen. Zeg maar, hè? Die maakte er echt wat van. Ja, ja precies. Die heeft hij opengesneden nog. Ja. Ja. Dat was ook wel leuk bedacht natuurlijk van Willem. Oh ja, sorry. Dat was ook wel leuk bedacht van Willem Ruijs. Om twee zo totaal verschillende types achter elkaar. Want Willem Ruijs heeft het bedacht. Ja. Die zit ook in de voorstelling. Om twee van die totaal verschillende types achter elkaar op zijn eiland te zetten. Maar één ding is zeker, hij was daar ziek, Bomans. Hij was zijn hele leven, hij kende dat niet. Hij is nooit ziek geweest. Mijn vader ook niet. Is er ook iets van die tijd? Mensen vroeger sterker waren, ik weet het niet. Ziek. Mijn vader heeft nooit één dag gemist van zijn werk. Maar goed, Bomans ook niet, was nooit ziek. En op het eiland werd hij ziek. En mensen die zijn dagboek uitgeplozen hebben... en die radioverslagen hebben nagelezen en zo... de artsen enzovoort, die zeggen... ja, hij heeft daar waarschijnlijk gewoon een hartaanval gehad. Een lichte attack. Al zijn dingen die hij zei, die wijzen daarop. Alleen ja, hij zat daar... Dus normaal gesproken zou je denken, dan gaat hij weg. Hè? Dan zegt hij tegen Willem over de radio van... sorry, maar ik trek het niet. Maar dat wou hij dus niet. Hij wilde dat echt volhouden. Ja. Ik heb hem een stukje gisteravond nog uit nieuwsgierigheid opgezitten zoeken. En dan zegt hij tegen Willem Ruijs... Willem, ja, ik voel me niet goed. Maar ik wil ook niet dat dat een punt gaat worden op de radio. Ja. Want dan wordt het zo'n ding, weet je wel. Ja. Want laten we daar het maar niet over hebben. Maar aan de andere kant, ik wil ook niet dat het helemaal niet erover gaat. Want dan is het helemaal niks. Maar hij wilde ook... hij wilde het in de eerste plaats niet... omdat zijn vrouw en zijn dochtertje dan... zich zorgen zouden gaan maken. Maar in de tweede plaats vindt hij ook niet dat dat bij... Hij beschouwde zichzelf op het eiland als schrijver. Daarom zat hij daar. Dus niet als persoon. Want het persoonlijke, dat is, vindt hij voor een schrijver niet interessant. Nee. Nou, dat is ook waarschijnlijk een van zijn... of ja, ik denk wel zeker... is dat ook de reden waarom hij nooit echt een grote roman heeft geschreven. Dat grote schrijverschap heeft hij nooit bereikt eigenlijk. Hij is altijd gebleven bij ontzettend leuke stukjes, observaties enzovoort. Een korte roman en al heel vroeg. Pieter Bas was hij ook 20. Ja. Erik was hij ook 23, als ik uit mijn hoofd. Dus op zijn 25e was hij eigenlijk wat dat betreft al uitgepraat. En alles wat hij daarna gedaan heeft zijn columns, korte sprookjes. Zijn trouwens heel erg mooi van hem. Korte verhalen enzovoort. Dus het werk van lange adem is hij nooit aan toegekomen. Nee. En het heeft misschien daar ook wel mee te maken. Ja. Dat hij zijn diepere privégedachten eigenlijk bij niet... Bij zich hield hij niet interessant vond voor mensen. Ja. Ja. En tegenstelling de Wolkers, zoals je begrijpt. Precies, die heel, die begint er gelijk mee. Ja, het binnenste meteen naar buiten gekeerd. Ja.
Het is, ik las het als een muzikale voorstelling. Dat had ik me eerst helemaal niet gerealiseerd. Vertel eens. Hoe gaat dat muzikale? Hoe doen jullie dat? We zingen er ook in. Ja, maar is het eigenlijk... Dan is het toch geen musical? Nee, helemaal niet. Nee, maar Bomas hield van Schubert. Ja. Ik zing bijvoorbeeld een aria van Schubert. Ik zal het even doen. Nee hoor. En wij zingen een klein stukje van Jasperine de Jong, Call Girl. En er zit gewoon hele mooie muziek in. Mm-hmm. Maar dit is zeker geen musical. Het is een toneelstuk. Ja. Maar er wordt ook af en toe in gezongen. Precies. Ja. Credo wordt ook gezongen. Ja. Credo. Van? Credo in hoe. Dat is een kerkelijk gezang. Hè? Ik geloof. We zijn in Tilburg, dat is waar. Ja, precies. Wat heb jij enige opvoeding genoten? Oh, credo, credit, ja. Ja. Dus het is er zijn 100.000 versies van het, ik geloof in God de Vader en de Almachtige enzovoort. Dat zeggen wij protestanten. Ah, ja. Hè? Ja. Okay, ja. De katholieken zeiden vroeger, het was ook in de Bommelstijd, dat het afgeschaft werd, dat Latijn. Dat het gewoon allemaal in de volkstaal moest. Ja, ja. Ja, het is een stuk minder geworden allemaal. De charme is er wel een beetje vanaf. Ja, dat vind ik. Ja. Ja, je vraagt je af, als Bommels in deze tijd geleefd zou hebben... Ja. Of hij stand had gehouden, zeg maar. Hè? Dat met is natuurlijk hoe die man de in elkaar zat. Misschien wel juist als. Misschien wel als verademing. Kijk, aan het eind van zijn leven sloeg de humor ook om. Hè, op televisie. Je had toen een programma, Zo is het toevallig, ook nog eens een keer Ver voor jouw tijd. Weet je. Jo Cabaret. Toen werd de humor op tv en door cabaret enzovoort, werd opeens veel politieker en harder en cynischer. En Bommels was altijd van de man van de ironie. En nooit weer harder zien. En laat staan politiek. Daar hooguit in een bijzin eventjes. Ja. Maar dat werd allemaal veel harder en rauwer enzovoort. En daar was hij niet zo van. En ik kan me best voorstellen dat in deze tijd iemand als Bommels, die dus vanuit de milde kant bekijkt, dat mensen daar juist weer zin in hebben. Ja. Ja. We hebben nou met Oud en Nieuw ook Herman Finkers gehad en zo. Ja. En dat is eigenlijk net zoiets. Ja, dat daar misschien wel behoefte aan is. En je ziet het aan ons publiek. Vinden we zelf best een mooie voorstelling gemaakt. Maar het wordt zo goed ontvangen. De mensen genieten er heel erg van. Dus het is... Van de mensen die bij jullie in de zaal zitten, hoeveel mensen denk je dat er uit de tijd van Bommels? Veel. Veel? Maar, nou ja, hier. Nou, er komen ook jonge mensen. En die vinden het heel vaak heel mooi. Want het gaat natuurlijk gewoon ook over een kunstenaar die op zijn leven terugkijkt. Ja. En dat is dat is wel invoelbaar. Ook voor mensen die hem niet hebben gekend. Maar over het algemeen zijn wel iets oudere mensen bij ons in de zaal. Dat kan. Ja, zolang ze maar betalen. Ja, ja, precies. Nee. Maar het is bij wijze van spreken, ik heb opeens een schitterende gedachte. Oh, ja. Jullie kennen René hier langer dan vandaag. Het is herkenbaar op twee manieren. Oh. A, mensen zeggen, daar heb je Bommels weer. En B, ze herkennen zichzelf erin. Heb ik dat mooi gezegd? Ach, dat is ja. En leg eens uit. Nou, herkenbaar in de zin van, daar heb je, ze herkennen Bommels erin. Maar ze herkennen zichzelf er ook in. In het gedrag, de tijd. Snap je maar niet? Het is nog waar. Maar het is toch meer het ik heb mijn broertje en zusje waren bijvoorbeeld bij de première. Die zijn 24. Okay, wisten eigenlijk niets van hem. Maar die hebben dus inderdaad, wat Aniek zegt, een soort een universeel verhaal gekeken. Precies. Van iemand die heel erg van aandacht houdt en ineens op zichzelf is teruggeworpen. En dan alle demonen tegenkomt. En volgens mij heeft dat niks te maken met of je 80 of 20 bent. Nee, precies. Heb je een analogie? Sluit het ergens bij aan. Precies. En dat kan. Ja. Want jij hebt natuurlijk al een voorstelling over Bommels gemaakt. En is dit dan... Zou er nog een voorstelling over Bommels kunnen komen? Nee, ik denk dat je daar wel veel voorstellingen over zou kunnen maken, ja. Mooi. Ja. Ja. Als je eens wist. Ja. Ja, het lijkt me wel erg leuk. Ik denk dat hij het wel heel erg leuk zou vinden. Ja. Ja, dat zoveel jaar na zijn dood nog steeds aandacht is. Een biografie zit er ook aan te komen en zo. Wie schrijft die? Weet je dat? G. Vaartjes. Die is ook bij de voorstelling geweest. Vond een hele mooie voorstelling. Ja. Hij heeft Bommels een dochter, hè? Ja. Leeft die nog? Ja, zeker. Ja, is van mijn leeftijd. Pietje leeft zelfs. Ja, zijn vrouw leeft. 95. Hebben die interesse in de voorstelling? Nee. Dat is voor hun toch te ver. Dat rakelt denk ik toch te veel op om daar weer naartoe te gaan. Ik hoop dat ze nog wel een keer komen. Dat lijkt me toch wel heel erg leuk. Maar ze hebben aangekondigd dat ze niet gaan komen. Oké. Nou.
Piet is 95, die heeft, is al lang met iemand anders getrouwd. Met een Russische admiraal. Ook leuk. Ja, ja precies. Kan je een voorstelling over maken? Dus ja, die denken, ja, nou weer, om nou weer het helemaal weer op te gaan rakelen. Dat heeft zo niet zo'n trek. Nou, maar er zijn inderdaad veel thema's in het stuk waar je nog voor zich over de manier waarop dat ging met zijn vrouw en de minnaressen enzovoort. De manier waarop het gegaan is met Eva, met zijn dochter. Dat is een hele, maar ook dat hele katholicisme enzovoort. Wat daar met, veel mensen daar kom je steeds op terug, dat katholicisme. Ja, nee, maar dat is ook, in Bomans is dat een heel belangrijk ding. Ja. Want je kunt je toch afvragen, is er niet met dat badwater ook een paar, zijn er ook niet een paar kinderen overboord gegooid? Er zijn zoveel kwijtgeraakt en zo. En het is volkomen terecht. Ik denk dat heel weinig mensen echt weer terug willen naar die benauwde tijd. Maar aan de andere kant, nou ja, goed, enfin, er is er ook een soort leegte voor in de plaats gekomen hier en daar. Goed, nou ja, zo jullie zijn nog hier op 10 april, hè? Oké, 10 de voorstelling. April. Ik herinner je nog even aan. Ja, 10 april. Wij zeiden net, wanneer spelen we hier eigenlijk? Maar 10 april. 10 april. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. Reinier Bulder, Aniek Boer en Randy Fokker. Goeie reis, jongens. Dank je wel. Wordt vanuit Tilt iemand gevraagd om een column te gaan maken. Een eigen verhaal over een voorstelling waarover we gesproken hebben. En vandaag gaat het natuurlijk over de voorstelling over Bomans, Alleen tussen de meeuwen. En daarvoor is uitgenodigd Griet Mensaert. Zij is kunstenares, schrijfster, ze is Vlaams, ze woont in Nederland. In Eindhoven volgens mij, weet ik het goed? Nou, ik gok maar wat. Ja, klopt. En zij heeft de voorstelling gezien en zij gaat er wat over vertellen. Griet, ga je gang. Godfried uit het verleden. Wat is dat met u, dat gij nog altijd zo leeft? Dat gij nog altijd volk weet te lokken? Hoewel gij lang dood zijt, schuiven ze voor u nog altijd de zaal in. Wat een held moet gij zijn geweest. De jongeren van toen zijn de ouderen van nu. Ik bevond mij er gisteren tussen. Voor en na het spektakel stonden zij niet met elkander te appen, maar jaloersmakend ondeugend met elkaar smispelend te beppen. Ik was daar alleen, Godfried, moederziel, een schrijver met een gestolen alfabet. Ik roep u op, Godfried, spreekt u mij alstublieft aan. Kniel, knevel en vertel. Bid opdat ik zienen ga. Demonstreer hoe u te volgen. Hoe spreid ik mijn lakens uit? Waar laat ik mijn knietjes? Waar mijn telefoon, Godfried? Waar mijn televisie? Ik ben te laat geboren, zeker? Ik heb niet zoveel tijd, Godfried. De andijvie wacht. Vergeef mij en herrijs eens rap in uw literariteit, in al uw naakte eenzaamheid, in uw franjes van detail. Ik wil uw woorden sponsen. Ik bedoel dat ik als een spons uw tekstballonnen wil capteren en op zijn huidigs aan de mijne wil passeren. Ik ben van drama niet gespeend, Godfried, en ook niet van de dapperheid. Ik heb megalomane plannen, maar ik kamp ook met onzekerheid. Ik wil uw sprookjes graag geloven. Maar dat kan pas nadat ik de encycliek van beletsels heb weten te doven. Ook ik worstel namelijk met het imago. Daarom benijd ik u niet om uw naam. Godefriede kan het wat verzachten, maar een Godfried is gedoemd tot doelloos gedraal. Breng het ons, Godfried. Breng ons wat show aan mij en mijn tijdgenootjes. Wij snakken naar uw paapse kwezel, eendagsvlieg, kneuterend grut. Geilen op uw gewiebel, uw wiebelen, alleen al dat woord. Ik heb u gelezen van verderop in de tijd. De afstand is niet af te leggen. Ik ben alleszins niets rijker dan u. Ben juist dommer en korter en doder. Ik heb niet zo hard lief als gij. Zolang, zoals gij keek, zolang gij leefde, kritisch, dromend, oprecht, zo wil ik. Maar dat kan al lang niet meer. Mijn smartphone en mijn tablet vertroebelen mijn blik. Er zijn geen goden meer, Godfried. En anders kan ik ze niet vinden.
Zoals het kind dat in zijn stilte veel meer zegt dan wie dan ook. Kijk eens zo naar mij. Godfriedje, kijk. Prins van het carnaval, of althans het carnavaleske. Kijk naar mij. Zoals de meeuwen naar u. Onophoudelijk, daar op Rottumerplaat. Tergend ook, u dominerend, uw slaap en leven overschreeuwend. Kijk eens zo naar mij. Hoe was het bij die slinkse vissers? Niet gedwee antwoorden, nee. Niet te serieus, niet te zwaarmoedig. Niet barstend van de ironie. Gewoon een antwoord, alstublieft. Ik por u wat. Ik even Willem. Wie weet plaagt ge terug. Ik heb gehoord dat ge dat kunt. Ik zet mijn veren op bij een fanfare aan de oever. Speciaal voor u. Maar ik blijf een ander, Godfried. Ik ben u niet. Het spijt mij dat gij dezelfde verwacht. Ik besta in een andere fabel. Wat dat betreft gelijkt mijn tekst op die van uw vader. En die van uw moeder. En die van de nacht. Ook die schoonheid ben ik kwijt. Godfried, leg het uit. Hoe doet men dat? Niet kiezen. Pruts mijn preutsheid los. Ik wil stoppen met bepalen. Ik wil fysiek verhalen. Godfried, het spijt me dat zij u zo tergde die week daar op Rottumerplaat. Maar geef toe, het was ijdelheid. Gij dacht, ik ben uniek. Zelfs van hier kan ik dat lezen en zelfs van zoveel later. Godfried, een man in een pak hoort niet op het strand. Een artiest moet bij zijn publiek. Ruud Mensaert, dank je wel voor het mooie verhaal. En ik blijf nog even bij de voorstelling over Bomans. Ik zei u net al dat de quiz, die doen we niet. Die doen we niet meer. Maar in plaats daarvan, als u nou geïnteresseerd bent om naar de voorstelling van Bomans te gaan, dan biedt Theater Stilburg u aan, als u twee kaartjes koopt, betaalt u er maar één. Dus 10 april, alleen tussen de meeuwen. Kijk of u daar zin in heeft. Twee kaartjes voor de prijs van één. We gaan de volgende stap maken. We hadden het over de macht en de onmacht gehad, over Bomans. En nu gaan we naar het supergewone toe. Althans, dat is de titel supergewoon van de nieuwe theatershow van Leon van der Zanden. Leon, kom erbij. Waarom kneep je nou Lucas in zijn arm toen je hier naartoe ging? Dat staat hij aan? Ja, omdat Lucas een grapje maakt en zei, mooi, ik ga weg. Ja. We houden het zo scherp in de gaten hier. Hè? Dus geeft u even een seintje als Lucas... Nou, Lucas wist niet dat ik weg was tijdens zijn hele interview. Ja. Ik zat er wel, maar ik was helemaal weg. Even een soort tussenstand hè, tot nu toe. Want je hebt van alles, je hebt alles aangehoord. Hè? Het is lang ook, hè? En dan kom ja, ik veel. Ja, precies. En wat vond je van deze thema's eigenlijk die veel, ik vond heel veel. Ja, het is... Jeetje, man. Heel veel dingen raken me. Ik sta ook misschien iets te open voor zondagochtend, maar zo'n performance van Ian was beautiful. Al die stemmen, ik hoor die vrouw, ik zie die vrouw ook, die dan dood achtergebleven is. Ja. Heel die verhalen, allemaal verhalen. Die Reinier hier, dat had zo mijn vader kunnen zijn. Misschien is het trouwens ook mijn vader, maar dat is een andere voorstelling. En Aniek, die ken ik trouwens, ben een beetje f***ed op. Het is heel veel. Dus je hebt geen afweermechanisme. Alles komt eigenlijk, alle meteoren slaan bij jou gewoon direct in op het oppervlak. Ja, ik kan het wel allemaal hebben hoor. Dus ik ben het nog wel helemaal. Maar... Is dat waarom jij cabaretier bent geworden? Of stand-up comedian? Nee, maar zit dat zo in elkaar? Dat je... Ja, ik denk het wel. Je moet wel ontvankelijk zijn. Ja, want dat is een mooi woord. Ja, ja en dan raak je dat en daar ga je dan weer uiting aan geven. Dat wordt dan weer mijn voorstelling. Ja. Hey, wat, ik zie dat je 8e voorstelling is, dus dat is nogal wat. Maar neem eens even helemaal terug. Maar na het begin weet jij nog wanneer jij de onvermijdelijkheid zag om dat podium op te gaan? Want dat is al lang geleden. Dat is best lang geleden. Ik denk op de middelbare school. Dan ben je bezig met je identiteit. Wie ben je? Bij welk clubje hoor je? Mm-hmm. En toen dacht ik, ik wilde eigenlijk... ik wilde een beetje bij alle clubjes horen. En...
toen was er opeens een musicalclubje. En toen dacht ik, als ik daar ga staan, dan zien alle clubjes mij. Als ik in de musical kom, dan zien alle clubjes mij. En dat is gelukt, maar toen zagen ze me als homo. Als je in de musical speelt, dan ben je homo. Dus dat was een hele niet zo slimme stap. En toen raakte ik een beetje in de war. Want ik vond het heel leuk om op te treden en aandacht te krijgen. Maar ik vond het helemaal niet leuk om daarop afgerekend te worden. En toen ben ik er een beetje mee gestopt. Ik ben wel blijven spelen, maar niet meer zo er blij mee. En toen ik ging studeren, ik ben filosofie gaan studeren. Toen dacht ik, ah, nee, maar ik wil niet in die boeken. Ik vind niet dat je het leven kan begrijpen door erover te lezen. Maar je moet het doen. En toen ben ik toch weer teruggegaan naar die enge plek in die aandacht. En daar gebeurde zoveel met mij en met het publiek. En gewoon daar ontwikkelde ik me zo snel. Dat ik toen dacht, oké, daar blijf ik. Ja. Kijk, voor ons... die niet zo op een podium staan. Nou ja, ik beschouw dit niet eerst als een echt podium, want het gaat om de gasten. Is het zo moeilijk voor te stellen dat je daar prettig voelt, hè? Daar op dat podium. Jij staat helemaal in je eentje. Ja. En daar zitten we met z'n allen. Ja. Kijken of jij wel leuk, onderhoudend of prikkelend bent. Ja, nou, maar daar ben je in het begin mee bezig. Ja? Of zij dit allemaal interessant en zo. En we plakken ook alle oordelen die je over jezelf hebt, die plak je dan in die mensen. Hè? Van, oh, ik doe er te lang over. Ja. Oh, ik ben de laatste in een heel rijtje. Dat is heel saai. Ja. Maar op een gegeven moment, na 10 jaar of zo, dan kom je erachter dat jij dat zelf bent. En dan kom je eigenlijk in die plek, in die schijnwerpers, helemaal... Tenminste, dat ben ik gaan doen, helemaal bij jezelf. Dan is het eigenlijk het moment, want iedereen kent het wel, dat hij denkt, ik word niet begrepen. Ik voel allemaal dingen, maar niemand snapt mij. Niemand heeft oog voor mij. En als je dit soort situaties creëert, dan is er opeens aandacht. En die aandacht zorgt ervoor dat ik helemaal bij mezelf kan zijn en mezelf kan zijn. Het werpt je terug op jezelf. Het werkt me helemaal terug op mezelf. Het is een vorm van therapie. Het is een beetje voor mij nu, het is de veiligste plek die ik ken. Ja. Maar daar zit een tegenstrijdigheid, een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in. Je zou zeggen veilig. Terwijl ik denk dat de meeste mensen van ons zouden denken dat het de meest onveilige plek zou zijn op dat podium. Ja. En daar kan je juist jezelf prettig voelen. Ja, dat is in mijn systeem. Dus ik heb blijkbaar een soort ja nodig van de omgeving die zeggen ja, doe maar. En als ik die ja heb, dan denk ik dan ga ik ook alles zijn. En dan is het opeens heel veilig. Ik geef er ook workshops in trouwens. Ja? Wat leer je mensen dan? Omdat mensen deze plek vinden ze heel eng, hè? Jezelf zijn voor een groep. Praten in het openbaar, dat is nog steeds angst nummer 1. Ja. Nog erger dan doodgaan. Dus mensen doen liever in de kist liggen dan de speech geven op de uitvaart. Dat begrijp ik, ja. Als je dood bent, hoef je nooit meer te presenteren op het podium. Meer, dus dan, is dat... dan doen mensen het over je. Ja. Maar waar ik workshops in geef, is dat als mensen dan in de aandacht staan, dus als de groep naar ze kijkt, dat ik ze dan die oordelen die ze plakken op de mensen weer naar binnen halen. Dus van dat ben ik zelf, die mezelf nu dik, oninteressant, dom enzovoort vindt. En dat dan loslaten, waardoor het een hele... waardoor dat eigenlijk de plek is waardoor je jezelf kan zijn. Die druk heb je een beetje nodig. Kijk, als je op de bank zit, dan ben je niet echt bezig met jezelf zijn, dan weet niet, existeer je gewoon. Ja. Maar op het moment dat er een soort druk ontstaat, een spanningsveld, dan leer ik mensen om in dat spanningsveld dieper in zichzelf te komen. Oeh, dat klinkt, doet dat pijn of is dat... Nee, het is gewoon heel veel blowen en dan ben je daar opeens. Dat is echt te gek. Nee, dat doet helemaal geen pijn. Nee, het is echt, ik vind het mooiste wat er is. Maar ik ben daar ook, ik weet niet, het is mijn systeem. Dus ik doe dat heel lang. En ik ben met de keizersnede geboren. En ik heb laatst ontdekt dat het daar ook mee te maken heeft. Ja, hoe? Omdat mensen die gewoon geboren worden, die gaan door iets heen. Dus die kiezen in de baarmoeder en dan kiezen ze voor die weg, die lange weg. En dan langzamerhand wennen ze aan de druk. De druk loopt op en dan bam, dan komen ze daar uit. Ja. Terwijl ik ben in één keer gehaald van donker naar licht. Weer gaat van open. Warm naar koud. In één keer, en ik heb ook nu gekozen. Dus dat was ook een ding. Dus dat is helemaal mijn wezen, is dat moment op zoek. Is dat licht aan en dan... Daar zal je leven lang naar op zoek naar blijven, zeg maar. Naar die confrontatie. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dat is fascinerend. Ja. Maar goed, en dan voel je dus oké op dat podium. Ja. En denk, oké, dit is mijn plek. En wat typeert jou als jij op het podium staat? Wat, ik bedoel, er zijn een tal van mensen die op een podium staan. Of acteurs zijn, of cabaretiers zijn er tegenwoordig ook alweer heel wat van. Oh. Wat is jouw signatuur? Super grappig.
super grappig. Dat is één ding. Je hebt toch een verslaving aan de grap? Nou, de grap is niks meer dan spanning ontladen. Hè? Ja. Lachen, mensen laten lachen is spanning opbouwen en dan ontladen. Dus die spannende situatie van zij kijken en het licht is op mij. Dat wil ik de hele tijd ontladen. En weer opbouwen en ontladen. Dus ik maak heel veel grappen. Ik ben fysiek, dat zie je. Mijn lijf doet altijd mee. Ja? Vaak doet mijn lijf ook meer dan mijn woorden. Dus daar gebeurt al veel meer. Ik snap die homo opeens van die middelbare school. Ik zag hem opeens. Heeft hij het eindelijk door, zeg. Bedankt, Frans. Dank je wel. dus het fysiek, grappig, confronterend. Dus ik ben altijd in interactie met mijn publiek. Wat ik bij veel collega's zie, is dat ze stiekem toch, ook al is het cabaret, een vierde wand optrekken. Ja. En toch een beetje hun eigen ding doen. Als ik ze twee keer achter elkaar zie, doen ze toch stiekem hetzelfde. En ik waak daarvoor. Ik ga echt, gisteren stond ik in Waspik. Nou, dat wil je heel graag staan. Het is fantastisch om in Waspik te zijn. Oh, was ik er maar gebleven. Ja. Maar ik weet dat die mensen, die, en daar heb ik zelf ook, het gevoel hebben gehad van een unieke avond. De avond ervoor stond ik ergens anders. Daarmee. Dus dat, ik zorg ervoor dat ik echt contact maak met mijn publiek. Dat lijkt me bijvoorbeeld ook heel spannend, want je weet dus niet waar je weet niet helemaal waar je naartoe gaat. Jawel, dat wel, maar ik weet niet wie er zijn en wat ze te bieden hebben die avond. Ja. Dat is steeds weer een verrassing. Ja. Maar dat wil jij per se? Ja, dat wil ik per se. Ja. Want als dat er niet gebeurt, wat dan? Dan is het een spreekbeurt en is het doods. Oké. Ja, dan sta ik mijn kunstje te doen. Had ik net zo goed thuis mijn beste vriend kunnen bellen en datzelfde kunstje. Het is live, het is echt. Ik moet, want zij, het is niet, ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat iedereen hier met een reden zit. En ik ben er toevallig in de reden. En toevallig staat het lampje nu op ons. Maar dit is zo gemaakt. Dit is de bedoeling. Dus zij hebben net zoveel te bieden. Jij ook en ik ook. Als ik in dit moment. Toevallig ben ik de kapitein op dit schip. Maar mijn passagiers zijn super belangrijk. We doen dit samen. We doen dit samen. Ja, heel mooi. Ja. Goed, dus jij staat al op het podium, je voelt je dan prettig, dan is er veel interactie. Ja. En wat is er dan supergewoon? Want dat is de titel van je voorstelling. Ja. En dacht ik, dat klinkt heel apart. Dit doet iets in mijn ogen heel bijzonder en je noemt het supergewoon. Ja. Leg dat eens uit. Het gaat hem vooral om de contradictie. Dat zie je in deze foto. Dit is de persfoto erbij. Het was een live moment. Dus ik ben in dat pak gewoon door de stad gaan lopen. En de fotografen gaan klikken. En we hadden deze mensen. Die zijn fantastisch. Ik weet niet of ze er zelf heel blij zitten ze in de zaal misschien, deze mensen? Nee, hè? Nou, ik heb een Facebook-actie ben ik gestart om deze drie mensen te vinden. Want ik wilde ze bedanken. Want zij zijn zomaar onvrijwillig op de foto gekomen. En die mevrouw, haar dochter heeft deze mevrouw gemeld. En die is laatst op mijn kosten dus naar de voorstelling gegaan. Deze man, ik weet niet, heeft een paar pogingen gedaan tot zelfmoord. En die andere... nee, dat weet ik niet zo goed. Maar dit was zo'n goed moment. Want ik sta hier helemaal te shine. Hè? Ik weet niet wat ik dan dacht. En dat pak. En het is ontzettend een gewone situatie. Je staat gewoon in de stad met de hotdogs worden verkocht en zo. Maar dat vind ik zo mooi aan het leven. Dat komt eigenlijk terug op wat jij net zei. Het leven is de hele tijd dit soort momenten. Dus dit is hartstikke gewoon. We zijn allemaal gewoon. Maar als je er de nadruk op legt, dan wordt het best wel bijzonder. Best wel super. En die combinatie vind ik fantastisch. Daar gaat de voorstelling ook over. Dus je moet eerst gewoon kunnen zijn. Eigenlijk wel, ja. Echt, mijn voorstelling gaat ook erg over spiritualiteit. En echte spiritualiteit is door zo aards mogelijk te zijn. Grappig. En dan pas kan je... Dat denk ik, ja. Die mensen die van... Oh, ik voel meteen... Wacht even, jouw chakras staan helemaal dicht. Dat begint niet handig, snap je? Dan denk je van, zeg even hoe je heet en wie je bent en even iets drinken. Dus het begint via het aardse en dan langzamerhand... Ik geloof echt wel in chakras. Maar dat is niet waar je begint. Je begint op... Je bent niet voor niks naar de aarde gekomen. Mm-hmm. Wanneer sta je hier eigenlijk? Weet je, sta je hier of in de... In de grote zaal, 24 maart. 24 maart, hier in dit huis. Absoluut. Okay. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen van deze studiocafé. Met enerverende muziek, hè? Ja, ik had eigenlijk vergeten te zeggen dat er best gedanst zou mogen worden als u dat had gewild. Ik zag iedereen kijken, kan ik? Nee, ik zal het maar niet doen vandaag. Volgende keer wel weer. Hoop dat hij er weer een keer bij is. Fijn dat u er was. Wij zijn er weer op 10 april. Zeg ik dat u... 10 april. En dan is ook Rob van Steen er om wat te vertellen over de seizoenspresentatie op 25 april. Hoop u dan ook weer te zien. Tot de volgende keer op 10 april.